Hoi, welkom bij deze video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Ik heb weer boodschappen besteld bij de Jumbo en ze kwamen in alle vroegte vanochtend. Dus ik heb mezelf nog niet in beeld gebracht, ik was nog niet klaar. Het grappige was dat ik de deur opende en dan komen ze de kratjes brengen. En ik dacht, ik herken jou, waarschijnlijk ben jij hier vaker geweest. Want ik ben heel slecht met namen en mensen herkennen enzovoorts. Dus ik herken mensen wel, maar dan weet ik niet waarvan. En dan weet ik zeker niet hun naam. En zij zet het eerste kratje neer en gaat het volgende halen. En hij zegt, herken je me? Ja. Hij zegt, ja, weet je ook hoe ik heet? Nee. Hij zegt, je hebt ook bij de GGD gewerkt. Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, dus daar ken ik je van. Ja. Denk er maar eens even over na. En toen ging hij zijn volgende kratje en tas en alles halen. Het was een grote bestelling. En ik dacht, ja, ik weet wie je bent. Ik weet waar ik je heb gezien. Ik weet met wie je bevriend was. Want dat was onderling bij de GGD. Waren het allemaal clubjes op de vaccinatiestraat. Als in, sommigen kennen elkaar van school. Sommigen kennen elkaar van voetbal, noem maar op. Ja, ik weet het, maar ik kom niet op zijn naam. Ik wist wel, ik dacht, jij bent niet die. Dat is namelijk je vriend. Maar, of een vriend, hè. En, dat klopt. Hij was inderdaad. Maar ik stond daar dus in mijn joggingbroek en mijn oversized shirt. Knot op mijn haar. Koos make-up close. Love that for me. Dus ja, ik had ook niet de intro gedaan of de outro. Maar de boodschappen waren zilte centjes. En ik heb er best wel een goed gevoel. Volgens mij heb ik behoorlijk wat. Als ik het zo zie heb ik alleen de taakverschappen niet. Dus so far so good. Dus altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. Als je deze video leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Alles ligt weer helemaal klaar. We beginnen vanavond met de Italiaanse risotto. Op zondag heb ik vaak wat meer tijd om wat te koken. Dus ik dacht, dan gaan we zo'n maaltijdpakketje proberen. Daar heb je voor nodig het maaltijdpakket zelf. De crème fraîche en van die parmigiano flake dingen. Flake dingen. De Reggiano kaas. Oké. Okay. All over again. Mijn aanrechtje ligt weer netjes helemaal vol. We beginnen gewoon bij het avondeten. We eten vanavond Italiaanse risotto. Zondag heb ik wat meer tijd om te koken. Dus dan vind ik het wel eens leuk om zo'n maaltijdpakket uit te proberen. Als het bevalt kunnen we het altijd een beetje zelf aanpassen. Zodat het ook goedkoper wordt. Nu waren deze wel geloof ik een euro goedkoper deze week. Maar voor de risotto heb je crème fraîche nodig. En van die Parmezaanse kaas. De kip croquantsnietsels waren in de aanbieding. Dus daar heb ik er 2 keer 2. Dus dan hebben we er 4 van. Dat eten we morgen. Dan zijn we ook nog met z'n drieën. Dus dat gaat prima. Dan doen we van die krieltjes uit de oven bij met broccoli. De krieltjes was ook weer zo'n pakket dat deze week in de aanbieding was. Met allerlei andere aardappelen. Dus ik geloof dat we hier nog wat hebben liggen daarvan. En de broccoli was ook in de aanbieding. Ik heb echt mijn boodschappen dus op de aanbiedingen gemaakt. We eten een keertje kipfilet met oesterhoekgroenten in oestersaus. En daar eten we dan noknoedels bij. Daar hebben we ook geen 4 kipfilets nodig. Maar die andere 2 die snij ik dan op voor salade of voor snack. Of ik ga ze in de vriezer doen. Ik ben er nog niet helemaal over uit. We eten een keertje tacoschelpen. Nou zie ik dat ik hier geen tacoschelpen bij heb zitten. Dus of we flikken het gewoon op een wrap. Of ik op een salade, of ik ga ze nog even halen, dat weet ik niet. Maar daarvoor gebruik ik gewoon de kant-en-klare burrito schotel. Of zeg maar de bonenmix van de hak. Ik heb wel wat taco kruiden voor op het gehakt. En een extra potje met tomatenblokjes. Eventueel mais heb ik nog best wel wat van staan. Maar niemand in dit huishouden, behalve ik, houdt echt van mais. Dus vaak gebruik ik dat gewoon niet. En de taco schelpen blijven dus nog even achterwege. Ga ik kijken wat we daarvoor gaan doen. Of we het op een wrap doen. Of op ijsbergsla. Of in een taco shell. Dat ik die nog haal. Voor de boerengehaktsnietsel was het hetzelfde. Die waren ook 1 euro. Dus daar heb ik er ook 2 van gehaald. Want dat eten we dan op een woensdag uit mijn hoofd. En dan zijn we ook nog met z'n drieën. Of we eten het op donderdag. En dat dan de meiden een vleesje delen. Want eerlijk gezegd, die meiden eten niet zo heel erg veel vlees. Dus 4 zal nog wel gaan. Daar zit dan dus de aardappelgratin bij, met de aardappels, met die ook in de aanbieding waren. Met spersiebonen zit flikje gewoon even in de ovenschaal. In super lekker. Heb ik nu al zin in. En we eten natuurlijk een keertje friet met snacks. En hebben we volgens mij 1, 2, 3, 4, 5, plus mijn moeder koopt een keer en een keer friet met snacks. Dan zijn we voor een hele week rond. Ik weet trouwens niet of mijn moeder op vrijdag komt. Als ze niet komt, dan verzinnen we nog wat. Want het is natuurlijk ook dan meivakantie voor ons.
Ik heb een heleboel Lindals Kvarg witte chocoladesmaak. Want ik was natuurlijk altijd heel erg met de proteïne shake 's ochtends met decaf koffie. En dan een schepje proteïne ijskoffie erin. En dat dan shaken, dat was mijn ontbijtje. Toen mocht ik eigenlijk zelfs de decaf cafeïne, ging ik niet meer zo heel erg goed op. En toen was ik een beetje aan het zoeken naar wat ik dan 's ochtends ging eten. En toen had ik die proteïne kwartjes. Maar deze met de een schepje proteïne cookies en cream van de Body & Fit. Ja, goud. Dat is gewoon mijn nieuwe obsessie. We hebben ook hummus. En komkommer en paprika natuurlijk als snackjes tussendoor. Komkommer en paprika kunnen natuurlijk ook bij de taco's. Of als bijgerechtje bij een van de andere dinermaaltijden. Rijstwafels, want de meiden eten soms bijna altijd of rijstwafel of crackers. We hebben een pot met pindakaas met die was op. Ik heb als vlees waren even een mixje gedaan. Het is inderdaad 2 voor €4,50. Dus we hebben de scharrelkipfilet, we hebben salami, we hebben grillworst en we hebben boterhamworst. Salami hadden we nog niet echt nodig, want dat heb ik nog steeds liggen. Maar de rest was echt helemaal op. Dus ik dacht, we hebben van alles wat. Deze week is het nog niet zo heel erg druk met de kinders. Dus kunnen we even kijken wat de voorraad gaat doen. Weer 8 flessen Crystal Clear, want ik heb het gevoel dat iedereen dat nu aan het drinken is. En het gaat zo snel op. En dan hebben we ook weer wat voorraad. Blauwe bessen heb ik en peren. Dit was ook weer een set. En ik wilde ook de appels er nog bij bestellen. Maar die was het. Dat is dan een mix 3 of zo. Wat je dan kan doen. Maar ze hadden dus geen appels meer. Dus dat was jammer. Die werd dan niet geleverd. Weer roomboter voor op ons brood en om brood mee te bakken. Deze waren ook een combinatieset. Met snackgroenten, komkommertjes en dan de tomaatjes. Handig in de broodrommeltjes voor tussendoortje, noem maar op. Een hele twee met eieren, want het gaat gigantisch hard. Ik denk dat het bijna wel verstandig was geweest om er 2 van te bestellen. Want dan heb ik voor volgende week ook nog een beetje. Want ze zijn nu helemaal op. En dan moest je natuurlijk ook voeding high eten. En dan koop ik wat eitjes voor mee naar school. Of als tussendoortje voor mezelf. Of die eet een keer tussen de middag een gebakken ei. Eieren worden eigenlijk bijna dagelijks bij ons gegeten. Dus ja, nu maar een hele 2. Kijk hoe lang dat duurt. Heel veel brood mixen weer. Ik bak ongeveer 1 à 2 broden per dag. En dat is eigenlijk nog steeds goedkoper dan dat je ze bij de bakker moet halen. Een brood bij ons bij de bakker, waar we het altijd vandaan haalden, omdat wij supermarktbrood niet zo lekker vinden. Dat was €3,20. Zo'n pakje kost 90 cent. Daar doe ik 150 ml melk bij en 150 ml water. En letterlijk een mespunt boter. Er staat ongeveer 20 gram boter op wat je erbij moet doen. Ja, niet 20 gram boter of margarine. Er staat in principe geen melk bij, maar zonder de melk wordt de korst nogal erg hard. Dus dan vind ik het ook niet lekker. En dan is het nog hoogstwaarschijnlijk, ja, ik weet wel zeker, veel goedkoper. Dan heb je op een gegeven moment die grote broodbakmachine er echt wel uit. Want anders gaat er ook 1,5 brood per dag bij ons doorheen van de bakker. Dus dan zit je op ongeveer €5. En dit is, nou laat het eens €1 met je melk erbij zijn en je stukje boter per brood. Dus dan zit ik op 2. En dan nog alleen nog je elektriciteit. En afschrijven van je broodbakmachine. Was iemand die dat had gevraagd wat goedkoper was. In ons geval denk ik dat we het er binnen 2 maanden of zo uit zouden hebben. Helemaal. Inclusief de broodbakmachine, want die was denk ik. Was die met een aanbieding €100 of zo? Zoiets. Ik zal het eventjes linken als het anders is. Dus ik heb weer genoeg brood op voorraad. Deze waren ook, ik geloof dat dit samen met de aardappels, kan dat? Dat het daarvoor de bezorgkosten gratis waren. En op zondag zijn die altijd €6 of zo. Dus dat is de moeite. Als je dan wat producten kan vinden die je echt nodig hebt. Dus ik dacht, we slaan er vast wat ijsjes in. Want van de week was het al een paar keer zonnig. Niet warm, maar wel zonnig. Ik denk, ijsjes vergaan, dit kan je in je vriezer proppen. Is altijd goed. En dan heb je toch ook gelijk zin om zulke dingen allemaal te gaan maken. En een kleine picknick bij ons in de tuin te doen. Hou het doorbel. Dus het boekje wat ik erbij kreeg, straks doorbladeren. Dat was het voor al deze boodschappen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend. I just close my eyes.